Klokslag 10:30 gaat op het bedrijventerrein van Shell het brandalarm af. Dat is voor de buitenstaander het enige wat te zien is van deze eerste stakingsactie. Ja, normaal worden deze ontruimingsoefeningen op zondag gedaan, het weekend, omdat het dan lekker rustig is. Ja, wij dachten, dan doen we het een keer door de week, want dan lopen er ook ontzettend veel ingeleende mensen rond. En die moeten ook allemaal van de plek af. Dus dan geeft het veel meer overlast. De FNV is het niet eens met het laatste bod van Shell. Dat komt volgens hen neer op een loonsverhoging van 1% dit jaar en 1,25% vanaf volgend jaar. Werknemers willen nu 1,5% en volgend jaar 1,75% loonsverhoging. Ja, ze doen wel 2 keer 1000 euro eenmalig er extra bij. Dat klinkt natuurlijk mooi. Maar ja, mensen hebben gezegd, joh, geef die 2 keer 1000 euro maar terug, want wij willen gewoon het structurele loonbod beter hebben. Ja, en Shell die telt die eenmalige gewoon op bij het structurele loon. En zegt dan ja, het is een prima bod. Ja, en mensen zeggen ja, daar hebben we niks aan. Deze 1-urige werkonderbreking is wat betreft de FNV nog maar het begin van de strijd voor een beter cao-akkoord. Nou, we gaan kijken of in de loop van deze week moeten er een aantal units die in onderhoud zijn opgestart worden. Of wij in staat zijn om daar het zover te krijgen dat dat in ieder geval vertraagd wordt.